Bejaardentehuis Asiana en OS Flora 2 zijn door het ministerie van Volksgezondheid voorzien van attributen waarmee zij hygiëne en preventie tegen virussen adequaat ter hand kunnen nemen. Het betreft een landelijke hygiënecampagne die ook tegen de achtergrond van het besmettelijke coronavirus gezien moet worden. Het ministerie wil hiermee gedaan krijgen dat de samenleving zich preventief opstelt. Zonder de particuliere sector je heel veel niet zou kunnen doen. Ik dank Intermed en ik roep andere bedrijven op om het goede voorbeeld van Intermed op te volgen. In een tijd van waarbij we worden overvallen door infectieziekten, is handhygiëne heel erg belangrijk. En de collega van Volksgezondheid is vandaag een campagne gestart. En zoals hij het mooi heeft uitgelegd daar net bij Asiana. Une wakti tele corona doro. We beginnen preventief te handelen. En handhygiëne is heel erg belangrijk in het preventief handelen. En er is landelijk een campagne gestart vandaag. Waarbij op alle scholen onze kinderen gaan leren en al onze opvanginstellingen de kinderen gaan leren hoe ze de handhygiëne in acht moeten nemen. We danken Intermed nogmaals. Onze dank gaat ook uit naar de overige structuren van Volksgezondheid. BOG is hier met ons. Bedankt mensen en uiteraard de dames en heren van de media die maken dat wat we hier doen wereldkundig gaat. We zijn vandaag hier op OS Flora gestart. Eerder op de dag waren wij ook bij Huizen Asiana. Omdat de risicogroepen zijn vooral de kleine kinderen, de baby's en ook de ouderen onder ons. Wij hopen met deze campagne. We zijn hier gestart, maar het team van BOG gaat verder om preventie te doen, om mensen voor te lichten. We hebben ondersteuning gehad voor de equipment van Intermed. Zij hebben ons wat towels, wat handhygiënische zaken geschonken, zeep, handhygiëne. En wij hopen dat wij hierdoor de bevolking bewust gaan maken om vooral hygiënisch te zijn. Wij hopen dat het niet zo ver komt. Maar mocht het zover komen dat wij ready zijn en dat wij weten dat met hygiëne wij het snel de grond in kunnen dammen. We weten dat er een infectie is, en nono de wanneer we broko in grond tapu de kar corona, dat is vaak belangrijk dat die een stimuleer kring anu, want voor voeding ziek is hij wakker komt dus kring ik via anu. En een uitdaging gebieden per voerus maar ik kon scoren de centra samikari voor kan een leerdienst maar trouwens de na herhaling gieden scoren op je na herhaling dat die was je anu wat aantal lezen in dat day de vaak belangrijk want bijna kan taki voor 80% dan je hoor is er gezond ook ba en uiteraard los voor want de bezig nu naar preventie en we hopen taki a corona siki no doro saranang, mat if adoro, dan gralanti sorgutaki ude klari fu fitting. En ook toen ik begreep dat mijn collega Volksgezondheid de bezig op de grenspost of unu, Albina, Nikeri, nanga Johan Adolf, Pengel Luchthaven, fu trefmaatregelen dape. Dus ik kan taki regering no libi noti abra, u sorgutaki if toch aski besakong dat u kan fitting. En uiteraard op de normaal ski zou sabi alle jari begin van jari eerste kwartaal zijn brokken met unu in alleen ting bijvoorbeeld dengue intussen sranaman sabi van de vet dengue op te maken naar een krimfje omgeving de broedplaatsen voor mosquita in vet ding noli blik naar watra fast naar watra banti naar watra dus dat moet ruim op en dat we zorgen dat onze omgeving etang krim en etang gezond toe.